doe eens een dansje op jullie liedje. Kijk, voor de mensen die ooit naar een feestje gaan in de zomer. En ik weet daar ook mensen zijn die niet naar feestjes gaan in de zomer. Als het een moeilijk feestje was. En dan bedoel ik moeilijk in de zin van ja, dat je jezelf niet echt meer kon rechthouden. Dan moet je water drinken. Voor je gaat slapen. Want ik heb dat niet gedaan en ik kan nu niet uit mijn bed komen. Ik voel mij net een natte handdoek die over de verwarming is gedraaid. En ik ben zo helemaal hard geworden. Snap je wat ik bedoel? Drink gewoon water. Het is niet zo moeilijk. En nu is heel mijn bed nat. Oh my fucking god. What the fuck moet ik doen? Mijn mama is niet thuis en ik weet niet hoe ik mijn bed moet opmaken. En ik heb nog nooit zo'n deken gelegd. En mama, waar ben je? Als ik dat laat liggen, wordt dat toch schimmel of zo? Yo, what the fuck? Alsjeblieft, droog op. Fuck. Het is wel een goede manier om zo wakker te worden. Want ik was in de laatste 3 uur er nog niet echt geslaagd om uit mijn bed te komen. Oh, hoe moet ik dit oplossen? What the fuck? En het blijft ook gewoon nat. Ik weet niet wat ik moet doen, maar wel goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Let's go. Het is echt prachtig weer. No joke, het is echt strandweer. Dus we gaan naar het strand. Haha, joke. Het is fucking kut weer. En ik weet niet hoe ik dit ga oplossen, maar check. Liever slapen in een bed met schimmel dan geen bed hebben en niet kunnen slapen. Ik ga ontbijten, nieuw. Er is ook gewoon niemand in mijn huis. What the fuck? Yo, waar is iedereen? Waar is mama? Dit is mijn kat met kanker. Alles goed? Ik hoop dat alles goed is. Wow. Er is niks hier. Je moet niet bang zijn, het is een camera. Die beesten geven mij echt stress. Probeer dat vriendelijk te zijn en dan lopen ze weg. Sorry. Kijk, dus er is niemand thuis. Er is hier geen eten. Dat denk ik toch. What the fuck? What the fuck is dit? Oh shit, het is kaas met honing, yo. Mijn neus is dood voor de rest van de dag. Fucking kaas. Er is dus helemaal niks. Wel hamburgers, maar dat is niet echt ontbijt. Kut. What the fuck? Kijk, de meeste YouTubers moeten dingen faken om hun vlogs interessant te maken. Deze shit gebeurt bij mij dagelijks. What the fuck? Haat mijn leven zo fucking hard. Hoe kan die zak nu scheuren? Hoe kan dat? Fucking hell. Ik weet niet wat het is of hoe dit ding werkt. Maar ik ga kuisen of zo. De allereerste keer in mijn leven. Ik weet niet of ik dit goed doe, maar anders gaat mijn mama weer een flip krijgen dat ik heel de keuken heb verneukt. Wat eigenlijk ook zo is, ik heb de keuken verneukt. Voor de mensen die het zich afvragen, ja, mijn vissen leven nog altijd. Yo, alles goed, Daniel en Pierre. Fucking cool. Oké, nu ga ik eten. Let's eat some brood dat op de grond heeft gelegen. Hype. Ik ga gewoon doen alsof er niks is gebeurd. Ik heb het er een beetje echt geramd. Ik heb alles in elkaar gestopt en ik ga het nu gewoon daar leggen en hopen dat niemand ziet wat er is gebeurd. Shit, let's go. Ik was even chill social media aan het checken. Ineens hoor ik het kutgeluid van een go-kart en ineens hoor ik rare fucking muziek. De muziek ken ik wel, maar oké, check dit. Yo, what the fuck zijn jullie aan het doen? Hey, dude! Oh my god! Doe eens een dansje op jullie liedje. What the fuck? Mooi onderbroek. Dank u wel. Mag ik wel een foto? Ja, tuurlijk, ik kom. Snap je, soms heb ik wel die vibe als ik dan denk, oké, ze zijn bij mijn huis en... Snap je, ik heb eigenlijk nog nooit niet open gedaan voor iemand hoor. Ik heb ook nog nooit iemand uitgescholden ofzo. Ik heb altijd een foto genomen. Ik heb wel nog geen kleren aan. Okay. Ik heb geen kleren aan en ik ga nu een foto nemen. Life goals. Alles goed man? Wat is jouw naam? Lucas. Nice man. That's good. Fucking AIDS weer. Jullie horen het goed, het is nog altijd fucking AIDS weer. Yo, weer in België, doe het fucking normaal. I hate you. En alsof slecht weer dan nog niet goed genoeg is, moet het ook nog eens regenen. Het is zomer. Fucking hell. Maar ik moet naar de winkel om eten. Dus let's fucking go. Wow, holy shit, we zijn hier gewoon in de fucking winkel. En hier bij het bier ligt er gewoon fucking lasagne. Dat is het enige wat ik nodig heb. Ja, oké, ik ga gewoon weer naar huis, want er is hier echt niks en ik haat filmen in winkels, dus ja, you go! En ik ben weer terug in mijn huis. Holy shit, wat een geweldige teleportatietrip was dat. Geweldig. Wat heb ik allemaal gekocht, dames en heren? Zijn jullie klaar voor mijn shoplog? Eigenlijk was het enige wat ik nodig had, deze pak lasagne. Maar toen zag ik een limited edition fles water. Holy shit. Grootste verspilling van geld ooit. What the fuck boeide mij dat een limited edition fles water is? Ik weet het ook niet.
niet, maar ik heb het wel gekocht. En ik heb deze lekkere Lubeertjes gekocht. Natuurlijk gewoon omdat je een gratis cookiebox erbij krijgt. Anders ik doe het ook gewoon voor de cookiebox. De koekjes gooi ik gewoon meteen weg. Snap je, dit is mijn jeugd. Zoiets, dit was mijn jeugd. Gewoon hier een koekje steken en heel de dag wachten tot je eindelijk kon opeten. Live. En nu ben ik gewoon weer thuis, dus ja, joe. Ik weet niet of jullie het weten, maar die vlogs of zo die ik aan het maken ben deze laatste dag. En ik edit die de dag zelf. En dat is wel raar. Ik bedoel, dit is wat ik nu aan het maken ben, maar het rare is dat, snap je, alles is dezelfde dag. Ik bedoel maar, wat ik nu aan het filmen ben, dus echt dit, is echt gewoon dit in de vlog. Dus het is fucking fucked up. En dat is een beetje het fucked up voor mij, want de normaal is dat niet zo. Normaal film je en is dat de volgende dag en blablabla. Maar nu edit ik wat ik film, dus fucked up. Maar ik heb honger, dus titri-titidora. Mijn kat is ook gewoon aan het eten. Goeie chopping. Ja, goeie chopping. Eet smakelijk. Ja, nice, het was lekker. Ik eet de laatste tijd veel te veel shit, zoals lasagne en zo en allemaal rare dingen. Maar morgen ga ik op restaurant, dus leven wordt beter. Haha. Ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen tot morgen met een nieuwe video. Haha.